Dinsdag beweerde Pim Fortuyn op de voorpagina van de Volkskrant dat er maar 8 miljoen gulden aan campagnegelden was toegezegd. Een deel van dat geld zegt hij nodig te hebben om televisiezender te krijgen, want de NOS boycott hem. Het is dus oorlog met de NOS, zei Fortuyn. Twee dagen later noemt Fortuyn in dit artikel van het Algemeen Dagblad de NOS een vazal en levensgrote steun van Paars. Pim Fortuyn zit hier aan tafel. En tegenover hem zit Ferry Mingelen. Hij is eindredacteur en presentator van Den Haag Vandaag. De NOS boycott Pim Fortuyn. Wat klopt daarvan? Nou ja, laat ik eerst zeggen, het is natuurlijk een oude truc voor een kleine partij om te gaan klagen over de grote media en op die manier dan aandacht te krijgen. En verdomd, ze trappen er allemaal in. Eerst de Volkskrant, dan het AD en een beetje een persrubriek als deze, die kan er natuurlijk niet omheen. En dan zitten we hier. En ik vind het hartstikke gezellig. En wat maar is er nou waar van die berichten? Maar het gaat dus nergens over. Nee? Het slaat nergens Want de NOS boycott Pim Fortuyn niet. Nou, kijk, wat hij zei is de NOS boycott niet alleen Pim Fortuyn. De NOS doet alleen de grote partijen. Heeft alleen de aandacht voor de grote partijen. Ja, om daarmee te beginnen. Ik heb een uitdraadje, kan je krijgen. Ik geloof dat er 70 uitzendingen zijn over de christelijke teletext, partijen. Op internet. Ja, als je dat dus wil hebben, Pim, dan kan je het zo krijgen. Dus het zou je eigenlijk sieren, nee, ik moet u zeggen, we zeggen buiten de dingen, het zou je eigenlijk sieren als je gewoon zou zeggen, ja, dat is niet waar, dat is onzin. Maar ik ben bang dat je dat niet gaat toegeven nee, vanavond. Nee, ik pijns er niet over. Er stond nog meer in het artikel in de Volkskrant. Er zijn namelijk, volgens Job Vries, zou dat tegen hem gezegd hebben, tegen Fortuyn, maar drie grote partijen in Nederland en die zijn de moeite waard. Bijvoorbeeld voor het verkiezingsdebat, het lijsttrekkersdebat, pal voor de verkiezingen in mei volgend jaar. Nou, dus het is onzin dat de NOS geen aandacht besteedt aan de kleinere partijen. Het is nog groter onzin dat we geen aandacht zouden besteden aan Leefbaar Nederland en aan Pim Fortuyn zelf. Dus maar mogen die heeft ze meedoen, ruime aandacht Leefbaar Nederland, in het verkiezingsdebat? En dan kom je dus op de vraag, mogen ze meedoen aan het verkiezingsdebat? Nou, dat hangt er nog maar helemaal vanaf. Waar vanaf? Die partij iets gaat voorstellen. En waar wordt dat dan afgemeten, of dat iets voorstelt? Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, nu hebben ze geen enkele zetel. In die zin, electoraal stelt de partij niks voor en Pim Fortuyn al helemaal niet, want er zijn 21 kandidaat lijsttrekkers en hij is er één van. Mm-hmm. Nou, moeten wij dus als NOS nu gaan zeggen, wij willen de heer Fortuyn maar waar uitnodigen? Maar waar moet er dus een algemeenheid vanaf of een partij wordt uitgenodigd? Nou, van het aantal zetels wat ze hebben, nou, dat hebben ze dus nog niet. Dus worden ze in principe niet uitgenodigd. Behalve of niet behalve? Nou, kijk, als Leefbaar Nederland ineens in de peilingen 20 zetels zou krijgen, dan vind ik dat je daar wel over moet gaan nadenken. Bij 20 zetels moeten we gaan nadenken. Ja, misschien bij 19 ook nog wel. Hans Laroes, de hoofdredacteur van het journaal, zegt in een ingezonden brief in de Volkskrant vandaag dat de Volkskrant niets heeft gecheckt bij de NOS over het bericht op die voorpagina. Ja. Hebben ze u wel gebeld? De Volkskrant? Ja. Nee. Niets gecheckt dus? Nee. Meneer Fortuyn, u heeft, als ik het zo hoor, waarom heeft u die rare zonnebril op trouwens? U lijkt ik wel heb een David's. Ontstoken oog en dat vind ik wat onplezierig voor de kijker. Ja, maar zo lijkt u dan een kolonel uit het... Nou ja, zegt u maar wat we moeten doen. Nou, kies nou. Maar. Doet u er maar op, meneer Fortuyn. Toch maar op. Geloof beter, ja. Anders heb ik op bij voorbaat gewonnen en dat zou ik niet willen op die manier. U heeft onzin uitgekraamd. Zijn dit dus voor een... Nou, ik wil zinnig discussiëren. Ik heb helemaal geen onzin uitgekraamd. Het gaat mij ook helemaal niet om mijn persoon of de politieke partij die ik wellicht ga vertegenwoordigen. Mijn stelling is deze. Dat met name de NOS, die gefinancierd wordt uit belastinggelden, de belastingbetaler eens een keer in het oog zou moeten houden. En dat betekent dus dat je niet voortdurend bezig moet zijn om de bestaande partijen die de macht hebben zoveel aandacht te geven als dat thans gebeurt. Om een voorbeeld te geven. Ik ben niet zomaar een van de 21. Ik loop al een jaar of 10 mee, meneer Mingelen. Want dat is ook de enige reden. Hou u bij de les, meneer Fortuyn. Nee, het zijn er wel 21. Onderbreek, ik mag het niet eens afmaken. Ja, waarom mag niet. Hij uitspreken, ik niet? Akkoord. Oké. Maar ik ben dus zeker niet een van de 21, anders had u mij niet al een aantal keer in uw programma uitgenodigd. Maar veel belangrijker is het feit, het NOS besteedt er geen enkele aandacht aan. Wat zie ik wel in een NOS-uitzending op primetime? Een volkomen onbenullig item, meneer Balkenende op bezoek bij een boer. En verder gaat het nergens over. En dan denk ik, ze zijn daar niet goed bezig. En waar het mij om gaat, is niet zozeer om aandacht, maar is om de professionaliteit van de journalistiek. En daar heb ik ernstige vraagtekens bij. En ik kom nu tot mijn punt. Ik zie u alweer ongeduldig worden. Ja. Ja. Dat is bij de professionaliteit van de journalistiek. Daarmee moet het zijn. Gaan om onafhankelijkheid,
objectief en nieuwswaarde. Dat zijn de criteria waarop je selecteert. Dat is de reden dat u zo weinig scoort natuurlijk, want u bent maar één van de 21. Even, laat me nou even uitpunten, dan krijg jij alle tijd weer. Ja, maar anders zijn we straks aan het eind en dan zijn de feiten nog steeds niet weersproken. En een van mijn mensen waar ik buitengewoon veel kritiek op heb en die ik graag tegenover mij had gezien, dat is de heer Job Friso. Een paladijn van Paars, ook nog openlijk lid van de Partij van de Arbeid. En nu alweer bezig voor de nieuws, voor de mensen die naar het nieuws kijken. Wat een zwakte bot om is dit, Paars 3 in elkaar te knutselen. Oh, meneer Fortuyn, dit en is toch echt een dus zwakte bot. Ik vind dat de NOS geen politiek dient te bedrijven, alleen voorlichting. Ah. Klopt het dat u met RTL een onderhandeling bent? Dat werd ook beweerd in het artikel in de Volkskrant. Ach, wij zijn met veel in onderhandeling. Ach, ik vind dat je persoonlijk feit niet zo kan laten passeren. Je nieuws wel dat, kunnen sturen. Daar heb ik echt bezwaar tegen. Kijk, de heer Fortuyn begint, ik zei al, het is een oude truc. Maar goed, hij valt daar een wes aan, dat kunnen we best hebben. Gewoon onjuist. Hou vele eens op uitzendingen met dat paternalisme. Vele uitzendingen over... Niet herhalen met de mingelen, maar gewoon dat persoonlijke partijen. Feit, Job Friso. En dan vervolgens, ja, Job Friso... Ik zit dagelijks naast hem. We zijn tegenwoordig geïntegreerd. Hij doet zijn werk prima. Vele partijen krijgen aandacht in het journaal. Het is volstrekt onzin dat hij een PvdA-paladijn zou zijn. Dat is ook alweer zoiets. Je roept het, je beweert het, je krijgt de aandacht voor. Mooi, en je zit weer in de... Waarom mag een parlementair journalist geen lid zijn zoals ieder normale burger van een politieke partij? Nou, dat zal ik u zeggen. En zeker niet bij de NOS. Hè. Bij de VARA vind ik dat heel wat anders. Want is de politieke coureur volstrekt daar. Maar het is geen bewezen feit hè, dat Friso lid is van die PvdA. Waar haalt u dat vandaan? Fortuyn. Ja. Dat doe je al elke avond, jongen. Dus je zou mij nu maar eens kunnen geven. Maar je zou eens met feiten in plaats van beweringen zouden we gaan. Fortuyn, ik kom hier met feiten. Nou, laten we daar dan eens ruimte voor Absoluut. Want... He? U weet zeker dat Friso lid is van het bedrijf. Ja, absoluut. En dat laat hij ook blijken in de wijze waarop hij het nieuws presenteert. En ik vind dat als jij namens de NOS, dus namens de belastingbetaler, nieuws presenteert, dat je in die functie de wijsheid moet opbrengen om A, absoluut geen lid van een politieke partij te zijn. En als je dat dan toch hoort, dan dient dat nou geheimer te zijn dan het geheim van Noord-Einde. De parlementaire journalistiek gaat niet samen met een lidmaatschap van een politieke partij. Marie Henneman. Ik vind dat je als parlementaire journalist niet actief lid kan zijn van een politieke partij. Wel slapend.